Och, wat is het weer een heerlijk dagje. Kom maar kijken wie in de stad zijn. Yo, Habibi. Wahabiba. Baka. Baka. Hey boys, wie is die roze koekbak? Wat? Okay. Roze koekbak? Wie moet dan koud geslagen worden? Nee, wie? Nee. Wie? Ik kom nu, bro. Ik ga mensen kapot slaan. Waar? Roze koek. Niks. Waar is de roze koek, bro? Ik kom nu! Die roze koek is oké, bro. Het is één van ons. Eén van ons? Oké. Waar ben jij? Bij kledingwinkel, daar bij Basic Vet. Locatie, Javi. Ja, Basic Vet. Je kent toch de stad uit je hoofd? Jij bent toch de machtige ijs? Oké, kom eraan! Jij bent de machtige ijs! Ik kom eraan! Oké. Yo. Wat de fuck is deze guys aan het doen? Hé, hey, meneer, ik sta hier. Oh, shit. Hey, sorry, man. Ik wou vooral niet in een kofferbak zitten. Nee, maar ik snap je punt. Doe ik ook wel als niemand bijna toe staat, hè. Nee, joh, dat was niet mijn bedoeling. Ben je gek? Zou ik nooit doen? Zie je mij nou aan als crimineel? Nee. Hoe gaat het met jou? Hoe het met mij gaat? Het ging goed doordat iemand mij ging beschuldigen als een dief. Nee. Kijk, we kunnen knuffel geven. Ik geef je ook knuffel. Nee, ik wil geen knuffel. Nee, maar ik wil geen knuffel. Ik ga niet knuffelen met iemand die mij als een dief, voor een dief aanziet. Bro, ik heb een goede Turkse muziek voor jou. Wil je horen? Wat heb je van mij? Turkse muziek. Turkse muziek? Ja, zo. Dat is een goede muziek, Abel, hè. Takan? Ja, yes. Heb ik ook. Oh, die Kiskis. Die? Nee, die andere. Welke andere? Takan heeft maar één liedje, toch? Dat is Kiskis. Oh, dat is hem. Kom, dans, kom. Opa. Waarom ga je naar Schelden? Schelden? Ik ga niet schelden, wat zeg je aan? Ik scheld niet, dat is een... Opa. Dit is hem wel, hoor. Dit is hem wel, hè? Opa. Kom, stap op, snel. Oh. Snel. Oh. Abi, kom. Motor. Mijn auto gaat niet op slot. Ah, joh. Je auto kan maar gestolen worden. Wat is er gebeurd? Oh, ik in een toren. Oh shit. Mijn auto is trouwens niet op slot. Als die wordt gestolen, dan wil ik een nieuwe van jou. Oké. Ik was net lekker aan het dansen op Tarkan. Ken je Tarkan? Ik dan die net de bank heb geroofd. Oh shit. Maar ik was net lekker aan het dansen. Ken je Tarkan? Kis. Oh, dat is hem. Zie je die motor voor ons? En achter. Ik spring straks van die motor af met boksbeugel. Ik sla in zijn gezicht. Oh jongens. Waar ben ik weer in terecht gekomen? Kis. Bro, liep je dit gelijk in mijn hoofd? Oh, dit. Hey, ben je zeker dat die koe bij ons hoort? Ja, die koe hoort. Hey, ik word helemaal agressief van koeien. Hey, Roffel, roze koe. Hey! Oh, en die schreeuw. Ik word gek. Oh, wow. Ik ben achter. Kijk. Zo, die gozer heeft ook een kut, toch? Die denkt een bank overvallen, heb je heel de MC achter je aan. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Pff, zal ik maar even voorbij flitsen. Oh, doet die man nou gek tegen ons, boy. Richting taxi. Ja, oh, er wordt geschoten op taxi, kijk uit. Jongen, ik ben bot. Ik heb gezien. Oh jee. Hey, kun je niet gewoon beter lekker een koffietje gaan drinken? Zoals die ganjas en zo. Ik denk, even gewoon even lekker koffiebar pakken. Even lekker. Sisetje erbij. Hé, ik denk dat we ook kunnen doen. Die mensen boven die bovenop die brug staan. Ja, daar zijn we nu achter. We hebben die man met die bank gelaten. Ja, joh. Onderweg. Hij gaat rond naar de vuilnis toe. Oh, het heeft heel veel probleem, ja. Dus dat is weer lekker heet. Ja, het is wel lekker rood die zondag, maatje. Zijn we nog iemand aan het zoeken of neem je mij mee op date? Vliegveld? Oh, niet op mij. Hey. Niet bang zijn, maat, ik heb geen helm op niks. Alleen mijn toverhoed. Oh, daar gaat hij weer. Hier, ik dacht dat er iemand achter op die motor mocht zitten. Dan vraagt er iemand mij of koeien ook uien hebben. Oh, dit. Koeien hebben sowieso uien, ja. Dat zeker. Oh, wacht. Turk heb beet. Oh, is dat... Zeg maar, ik koop die wapen over voor 50k. Wat zei je? Handje contant. Looking on the bright side of life. Biddy. Waar moeten we klaarstaan? Klaarstaan? Ja, we gaan maaien, grapje. Bro, ik kom met... Kijk, ik kom hier met... Wie is dit? Moet ik die auto met die rode auto slaan? Nee, dat is Turk. Oh. Dat is je maatje. Ik ga vast met mijn boksbeugel klaarstaan. Als iemand nu aankomt rijden... Waar rij je? Ja, toch. Ik ren op hem af, hè. En ik geef hem een vuist, jongen. Kennen deze Peter Pieter niet? Kan je wat voor mij doen, Peter? Tuurlijk! Bedoel die fucking... Ik heb lul dat ik naar jou toe kom, want ik ga echt niet... Wat is dit nou weer? Wat zei je? Wat moet ik voor je doen? Wacht, één seconde.
Waar boys? Kan je die hoed alsjeblieft weggooien gewoon? Ik ben klaar met die pet van je man. Wat boos, gewoon een mooie, jij bent gewoon boos dat ik zo'n mooie hoed heb. Op die weg staan. Gewoon boos dat ik zo'n mooie hoed heb man. Ik ken hem, ja, ik ken Turk. Die stelt achter ons. Ik. Waar, tankstation of Turk? Is een kom. Welke kant kom je? Via deze weg hieronder. Wie is dit? Oh. Oh shit. Oh. Bo, laat me. Oh. Jij is laag. Is die laag? Ja, denk het. Oh. Nou. Maar kom. Oh. Hey. Zulu. Hoort bij ons. En nog rijden. Hé, hey, waarom schiet je broer, Ratte? Oh, welke boomba is dit? Ratte. Ik heb zo 4 keer gezien, maar... Heel de tijd, man. Ja, ik heb zo 3 keer gezien. Ik hoop echt dat niks meer achter je, Tom. Oprecht, ik hoop dat ze echt een kut zomervakantie krijgen, man. Deze ik ga stuk, Peter. Kijk, daar zijn ze weer. Oh, afslagje te veel. Ja, dat is een beetje delay, hij komt zo terug. Hey, waar rijden ze? Wat, die streamsnijvers? Nee, die mensen met... Hey, ik zie mensen op motor daar. Politie. Ah, die kan ook gemijd worden. Oh. Hey, ik heb een idee. Ik ga met hem praten en dan geef ik boksbeugel op zijn hoofd. Is dat een goed idee? Ja, tuurlijk. Ik denk dat jij ook nagekeken mag worden voor TWS, maat. Goeiedag. Rustig moet hij blijven. Oh, maat, hij heeft geluk gehad. Ik stond bijna eraf getrapt, hè. Look it on the bright side of life. Oh, dicht. Gekke rafrijden jij. Bro, je kent het wel, ja. Kijk het hier. Ja, maat, leuk dat jij 20 jaar in de circus hebt gewerkt, maar... Hey, politie achter ons. Wat? Nee, dat is geen politie. Ofwel, ik word paranoia. Wat is achter? Oh, hij is weg. Ik word helemaal gek hier. Yo. Zullen we winkeltje doen? Kom dan. Ik ben ready, man. Ja! Ik ga eerst kijken of we een bankje kunnen doen, ja? Oh, de, wat is er gebeurd hier? Fuck, die team is MLB aan Matty. Oh, wat de hel. Wat lachen. Hey, man. Lachen, ja, man. Money over boys. Wat is er? Wie doet dat? Tranquilo, aan Nevo. Ja, waarom niet zo? Wat doet deze man nou weer, joh? Kom, Javi. Kalm, bats. Oh, man. Laat ze stoer doen, joh. Oh, met een gare pimpy. Hou die hondje van je een beetje bij, man. Hey, je bent ook hondje, man. Hey! Wie is dit, broer? Bo. Ik weet niet wie dit is, maar ik ga hem eraf halen, man. Hij is bang. Als je maar bang bent. Kleine doggo. Kom. Stap uit. Ik ben hier. Ja, ik ben ook hier. Jij was stap uit dan. Waarom wel, broer? Ja, jij zegt gekke dingen tegen hem. Ga vechten dan. Kom, één op één. Hij is geen eens 1-1 waard. Ja, joh, je auto is niks waard, man. Bro. Kom. Balletje lood. Ja, wat ben jij, man, joh? Ga weg, man. Rot op, man. Ziet er uit als een krap aan, man. Rot op, joh, gek. Ja. Je hebt me niet eens gezien, joh. We zitten in de slapte zeven. Je kan me niet eens zien, als echt. Bo, ik hoor het al aan jouw stem, bro. Jij moet naar de psychiater, man. Je verbeeldt eigenlijk dingen. Bro! Je moet niet elke keer mensen disclaimen op hun stem, bro. Want ik heb misschien een jonge stem, bro. Maar ik ben rustig 21. Wow, jonge stem. Het klinkt alsof je fucking helium hebt gezogen, gek. Ja, het heeft niks meer met de stem te maken, bro. Oh, hij wordt boos. Wat zei je, bro? Ik zei, het klinkt alsof je helium op hebt. Kom, 1-1. Kom. Wow, ik ga niet eens vechten met jou. Bro. Wat doe je? Hier, rustig. Wat ben je mee bezig? Wow, baard in je keel slaan. Oh, hij is aan het bellen, hoor. Hij is aan het bellen. Niet eens bellen, Haji. Weet je wat ik nodig heb voor jou? Wat dan? Tandenstoker Roela. Dat is de renner allemaal. Yo. Wat is het probleem, Javi? Ik weet niet wie bij ons allemaal hoort die daar staat. Ah, die Bronco hoort bij ons. En wie is die andere auto achter ons? Die hoort bij ons. Ah. Hey, maar Peter, bro. Ja. Ik denk dat TBS jou ook wel goed kan. Nee. Weet je wat voor mij goed gaat doen? Nou, zeg zo, het eens. Zo'n M19, dan blaas ik iedereen door zo'n fucking hoofd heen. Ik word helemaal gek. Weet je wat het is? Mensen nemen mij vandaag niet serieus door die hoedje van mij. Ik heb toch gezegd dat je hem moet afdoen? Nee, ik moet hem juist opdoen, bro. Oh man, mensen kunnen jou niet meer serieus nemen, bro. En jij dan, bro? Bro, ik ben een G. Wat ben je aan het schreeuwen, man? Wie zegt dat? Hey, je moet jezelf bewijzen, Peter.
laat zien dat je ook een G bent. Wow, ik schreeuw wat ik wil schreeuwen, man. Wat is nou het probleem, man? Hallo. Dit is toch niet jouw terrein? Hoi, Roze. Raymond is trainer van mijn vader, man. Oh, dit? Laat zien, bro. Je bent een gangster, broer. Man zegt gewoon tegen jou, je moet stil blijven. Ah, hij zegt stil blijven. Dat je een paar dum-dums in je reet krijgt. Precies dat zei. Oh, wat dit? Fuck it, niet doen. Fuck it. Fuck it, Pete. Wat zei je over mijn vader? Wat zei je over mijn vader? Wat zei je over mijn vader? Je vader was melkhaler. Klaar. Niks klaar. Kom. Niks klaar. Stop. Peter, klaar. Hij hoort bij ons. Stop. Peter, stop. Oh, sorry. Stop. Oh, dit bro, ik had bijna mijn boksbeugel tevoorschijn gehaald, hè. Je hebt echt gekropen door het oog van de naald, jongen. En daar gaan we weer. Maat, je breekt toch op een dag je nek, ouwe? Dan word je maat, zelfs als ik mijn nek breek... Man. Zelfs als ik mijn nek breek, ben ik niet te stoppen, man. Wat zei je, bro? Zelfs als ik mijn nek breek, ben ik niet te stoppen. Peter Piet will never die. Bang, Javi. Hey, wat betekent Javi? Oh, Matty. Yo. Roger. Ga de stad aan, bro. Rustig aan. Hey, rustig, man, Turk. Rustig, bro, rustig. Rustig. Javi, je hebt elke keer weer iets nieuws, hè? Kijk, IBS. Oh. Je gaat looser, toch? Hoi. Maar de IBS eraf? Heeft de IBS toegedaan? Stoegedaan, hoor, dit. Nee. Zo, bro. Ja. Ik weet niet wat hij wil, man. Kijk, hij gaat achter ons. Oh, laat hem alsjeblieft eraf halen. Ik smeek jou. Hij is ons aan het volgen, hoor. Wat is er, Javi? Hey, Wise. Hey, jongen. Zet hem even aan de kant. Ah, fuck. Het is waar, man. Nee, joh. Ja. Shit. Ik heb enkel bang, toch? Kom maar even langs de kant staan. Oké. Het is, geen... Ik ben net afgevlogen. Kijk die voor. Net afgevlogen. Ik zie je van de garage. Ja, daar, gisteren bedoel ik. Of een paar jaar geleden. Kom even kijken, man. Een paar jaar geleden. Hij zit er wel op, man. En dan ook nog donkere ruiten. Oh, hier staat hij wel. Ja. Nou, nee, dan is het goed. Okay. Hey, deze Pac-Man komt mij bekend voor. Ja, dit is Dat klopt. Dat is onze aanrander. Hou je bek. Londen hier. Goed. Ah, het gaat best wel goed, Aaron. Aaron! Met de psycholoog? Ja, psycholoog heb ik nog niet gezien vandaag. Nou, psycholoog is psychisch van hem geworden, ken je die? Nou. En compagnon gaat ook goed. Nou, heb je al gepraat met deze, senior? Ja, we zijn al goed. Ja, dat gaat goed, joh. Shisha en lounge en dan even kijken. Want ik heb een melding gekregen dat je te veel buiten bent, man. Omdat je een beetje op gekke locaties bent. Oh. Gekke locaties? Nou, dat is... Wat is een gekke locatie volgens jou dan? Op locaties waar uiteindelijk een noodknop vandaan kwam. Ah, dat kan helemaal niet zo zijn. Okay, ik moet wel eerlijk toegeven. Eerder op de dag vandaag hoorde ik heel veel knallen en ik dacht dat het vuurwerk was. Ik ging daar naartoe en ik zag een hele feest, weet je. Maar ik had daar zelf niks mee te maken. Als ik mijn visie mag geven, het enige plek waar ik hem naartoe heb zien gaan, elke dag, is naar zo'n ontmoetingsbos. Maar dat is het enige. Rustig, jongens. En hij moet mijn fucking begeleider voorstellen. Rustig. Nee, je contactpersoon, dat is iets anders dan je begeleider. Contactpersoon, dat begeleider, dat is... Nee, is niet hetzelfde. Je begeleider is je psycholoog. Kijk alsjeblieft naar zijn schoenen, man, Aaron. En kijk, wie noem je een psychopaat? What the fuck are those, bro? Bro, dit lijkt net Totally Spice Shoes, man, bro. What the fuck, man? En jouw schoenen dan? Bro, ik draag tenminste Air Max. Je kan niks zeggen over Air Max, bro. Mag ik man, eerlijk zeggen? Man, rent al 20 jaar voor Ibaas op die schoenen. Wat ga je zeggen? Ik ben het wel een beetje met je eens. Snap je, lijkt broer? Een beetje alsof hij bij de meisjesafdeling is geweest, toch? Bro, man, dan... Zo, mannen, kom op. Ik weet wel wie die heeft ontmoet in die bos, hè? Dat kan ik hier wel zien. Ja, het is goed met je, joh. Spice Girl Boots. Hé, hey bro, laat mij Spice Girl zijn. Ja, maar ik laat jouw Spice Girl zijn. Wie is dit? Ja. Waarom steekt er iets uit? Niet lachen, man. Oh, nee. Oh. Nou, maar ik, het ook niet, ik vertrouw deze koe niet. Ik zeg het al heel de dag.
Ik zeg, jouw aura, ga weg met jouw aura. Ik vertrouw deze hou die aura uit mijn weg. Die een beetje rare manoeuvre maakt. Als jij mij één keer aanraakt, dan hou ik Ralfie naar boven. Jij wilt... Dat zijn je maatjes. Begeleiders. Dat zijn echt de begeleiders, maat. Je weet het maar nooit, hè, tegenwoordig. Ja, maat, zoek meneer op... wat zit je me nou raar te doen daar in die telefoon dan? Ik ben vandaag nog vrijgelaten, joh. Ja, dat betekent niet dat jij niks doet wat God verboden heeft, hè. Wow. Dat mag zijn, dat maakt niet uit. Maar... Jongens, het regent een beetje hard, man. Nee. Ah, pizza, calzone. Hé, hey, klinkt... Dan worden je... Dan... Ja, man. Bro, hoe kan dit een van jouw mannen zijn en je klagen over mijn schoenen? Kijk hoe hij eruit ziet, man, bro. Ja, ik ken hem niet. Bro. Ik ken deze koe. Jij wilt koe tegen paard! Ken hem! Ah, jij kent Ralfie nog niet! Jij denkt dat ik TBS heb, maat? Nou, ik denk dat ik hier nog iemand heb met TBS, een populair persoon. Niet normaal. Maar... Jongens, klaar. Klaar. Oké, klaar. Hier, je hebt de laatste... Ah! Hé! Hey! Oh. Klaar zijn. Waarom tackle jij hem niet dan? Ben je bang voor koeien? Ja, eigenlijk wel. Ik vind ze fucking groot. Oh. Maar, kan ik weer verder even kijken. Ja! Wacht even, broer, weet je wat? Oh, shit. Blij! Ah! Zondag Ah, oké, agent, dit is niet nodig, Agent, dit is niet nodig. Oh, hij roept versterking. Meneer, oh, sorry, shit. Ik hou uw motor omhoog en laat mij gaan, alstublieft. Oh. Belet persoon. Nou, die koe, wat? Ik zal me niet slaan. Die koe is zo... Je moet die koe oppakken. Niet slaan. Maak mij los. Ah, hey, hij tackelt mij weer. Oh, maat, ah, ik heb pijn. Ah, ik zit vast in die motor, ah. Kan je een beetje gedragen? Ja. Ik had voor jou bellen. Ja, ik ben weer goed. Dat dit ook een TBS'je nodig heeft. Oh nee, nog niet, man. Niet nu, man. Peter heb... Nee. Peter wordt zichzelf alweer, joh. Hé, Petertje? Misschien al dat de masker eraf is. Is dit beter? Ja, dit is veel beter, man. Ja, hoeveel je? Ja, ik voel me lekker weer, man. Ben je rustig? Ja, wat is er gebeurd? Ik weet, hallo, hey. Goeiedag, hey, Aram. Yo. Yo, hier. Word maar een beetje rustig, maat. Oh, maat. Wat prik je? Ja, dit heb ik gekregen van ze. Dit werkt als een vogel. Je gaat slapen als vogeltje zo, maat. Dat werkt als een tierenlier, hè? Zie je, ik ben helemaal genezen, Aram, zie je? Nou, dat weet ik niet, dat is aan een psycholoog. Of niet mij, maar deze meneer die kan ook wel een psycholoog gebruiken. Nee, de hele motor heeft schade, man. Moet je kijken. Hey, Aaron, ik zie je wel bij het volgende gesprek. Ik heb je rijbewijs nog, hè? Oh ja. Ik krijg nog een boete, want je reed te hard. Ja, nee, die bot op, man. Ik reed maar 100. Nee, 120. Ja, nee, ik reed echt barkie. Weet je wat, schrijf het maar lekker uit. Hey, Isaac spreek je weer. Yo. Ja, dat is er. Hij heeft mij zo hard getackled, hij staat op mijn dodenlijst. Wie? Agent Aaron. Bro, dat is een grote agent, hè, maat. Een grote agent, bro. Ik ben een grote speellijst. Ik ben een grote speler met heel veel dorst. Heb je alsjeblieft drinken voor mij, alsjeblieft, man. Ik kill. Is goed. Jongens, we gaan een beetje Sunny verkopen, ja. Geen overval? We hebben geprobeerd. Is te laat. One or two eyes. Een beetje Sunny doen, man. Mijn naam is Peter Piet en welkom bij Jackass. No. Oh, no. Ah! Bro, jij hebt echt hernia. Maar mijn rug.